We staan hier in Brokese Voors, waar de kermis is opgeheven door de gemeente Horst en de Maas. Maar de inwoners zelf hebben er iets heel moois van gemaakt en gaan het opgepakt, hè? Ja, dat hebben we zeker. We zijn in 2014 eigenlijk zijn we begonnen met het heroprichten van de kermis met een aantal dorpsgenoten. En vorig jaar hebben we het 5-jarig bestaan gehad. Want hoe is het allemaal, hoe doen jullie dat? Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Nou, de gemeente heeft gezegd, er is niks meer te halen voor de kermisgasten in Brokese Voors. En we organiseren eigenlijk met 7 mensen, inmiddels 9, de kermis in de geheel eigen hand. Dus dat wil zeggen, we schrijven kermisexploitanten aan. Ja. We hebben een tent, we hebben een bands, we hebben nevenactiviteiten. Een heel programma eigenlijk. Ja, het is gewoon een heel mooi beleving van het dorp. We krijgen heel veel fijne reacties van de mensen terug. Ja. Een dorpje zonder kermis, ja, dat kan eigenlijk niet in onze ogen. Ja. Dit jaar is het 800 jaar bestaan van Horst. En daar hebben we zeker wel weer hele mooie ideeën over, ja. En hoe financieren jullie dit allemaal? Nou, we zijn in 2015 begonnen met een crowdfundingsactie. Waardoor we eigenlijk de inwoners van Brokese Voors een beetje eigenaar maken van de kermis. Okay. Door de NVB hebben we een aantal ambassadeurs kiezen we ieder jaar. Die een beetje bekende personen zien binnen Brokese Voors. Die dan de kermis een beetje promoten voor ons. En vorig jaar met de verjaardag hebben ze ons eigenlijk een klein cadeautje teruggegeven. Ja. En daar zijn we heel trots op. Een bordje met een klein bedankje voor ons inspanning eigenlijk. Tevens het plein tegenwoordig ook het Kermis Voorsplein. Okay. En dat komt eigenlijk allemaal middels de crowdfunding ten goede.